daar moeten we op het land nog enkele werkzaamheden uitvoeren. We gaan het ook nog even monteren van de trekker, zodat het gemakkelijk zijn voor op de baan te rijden. Voor het landwerk zelf, het schot die te veel speling heeft, die te veel daalt, die te veel beweegt. Dat schot aan de bak van de trekker. Dus nu gaan we de vrachtwagen demonteren. We gaan eerst de vrachtwagen demonteren, moeten we zorgen dat het schepbak in de plaats staat, op het beton. We kunnen dat zien vanuit de cabine. Hoe kunnen we dat zien vanuit de cabine? Door deze eigen staaf. Zoals daar, met een kleine boog in. Daardoor kunnen we zien of de schot plat zit of niet. We gaan nu de schot plat zetten hiermee. De deurpoten zijn nu geplaatst, de schot staat al plat. Nu kunnen we kijken om de snakoppeling af te doen met de schop. En dan de schotten ook doen, de verhendeling als het ware. We moeten de verhendersloten en de schrokkader langs beide kanten. Die gaan we nu openmaken. Van de snakoppeling met de schop, vooral de beginningen. En dan kunnen we dit lekker achteruit in en we werken op het land. Nu kunnen we trekken voor de landwerkzaamheden.